Mensen vinden, mensen gunnen het hem niet. Ik denk dat dat vooral de meest doorslaggevende factor is. Waarom er veel commotie is. Ja, dan moet je uitleggen waarom het hem wel wordt gegund. De mogelijke benoeming van minister Wopke Hoekstra tot eurocommissaris Milieu is het gesprek van de dag in Den Haag en levert ook genoeg stof op tot analyse en speculatie. Ja, de mist wordt steeds groter hier rond die benoeming van Wopke Hoekstra, want er was inderdaad al een andere kandidaat en dat was Sigrid Kaag, minister van Financiën, D66'er. Nou, D66 had interesse. Er zijn ook heel veel namen, heb ik in de krant zien staan. Ik ga er allemaal niet op in, want als ik dan één naam wel inga, een andere naam niet, dan dat gaat niet. Mijn eerste gedachte was, nou, dat is het afscheidscadeautje aan het CDA. Weet je, jullie gaan helemaal door het putje 22 november. Dan gunnen we jullie nog één keer een belangrijke post. Kijk even naar de politieke man hier aan tafel, Wouter de Winter. Er wordt volop commentarieerd, gespeculeerd. Is het verklaarbaar of logisch dat het gebeurt? Ja, want ik denk, je probeert natuurlijk zo dicht mogelijk te komen bij wat daar zich achter de schermen heeft voorgedaan. Maar zoals mijn verre voorganger Kees Linshof uitlegde, je bent niet in de zaal aanwezig. Je kijkt door een beslagen ruit met vitrage ervoor. En dan moet je maar kijken of je een goede reconstructie kan maken van wat daar besproken wordt. Het gaat om een benoeming. Benoemingen zijn altijd, zeker belangrijke benoemingen op politiek niveau, die zijn niet in de openbaarheid, omdat mensen hun vingers niet willen opsteken of niet willen openbaar willen worden afgebrand op het moment dat die naam niet wordt. Ja. Dan verbaast het me ook dat sommige mensen zeiden, ja, de Tweede Kamer moet erover. Nou ja, dat wordt dan helemaal dan wordt het echt een politiek ding en dan mag die partij niemand leveren, want dan is de andere partij een politiek. Maar kijk, als buitenstaander wil je natuurlijk liefst wel die transparantie hebben van hoe dat is zoiets tot stand gekomen. Dat is niet werkbaar. Dat is naïef om te veronderstellen. Wat wel, er zijn voor allerlei benoemingen zijn procedures en ook commissies. En dat gebeurt in Den Haag. Hè. De Kamer benoemt wel bijvoorbeeld de ombudsman. Dat gaat dan allemaal, als het goed is, allemaal ook wel geheim en vertrouwelijk. Dus je kan daar wel iets voor optuigen. Maar ik denk dat het benoemen van de eurocommissaris, zeker in de demissionaire fase van het kabinet, eigenlijk onontgonnen terrein is. En ik vind ook dat de politiek wel, en zeker ook het kabinet, zich er wel van bewust moet zijn dat op het moment dat je dat proces zo niet transparant maakt, ik heb de Rutte vrijdag over gevraagd naar de ministerraad in de persconferentie. En toen zeiden, ja, ik heb het maar naar me toe getrokken met instemming van de smaldelen, maar er was niet echt vastgelegd hoe het zou moeten. Nee. Ja, dat geeft mensen niet echt het idee dat dit een hele goede procedure is geweest. Dus je moet ook, denk ik, ook uitleggen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En als je ziet welke commotie het nu is, mensen gunnen het hem niet. Ik denk dat dat vooral de meest doorslaggevende factor is. Waarom er veel commotie is. Ja, dan moet je uitleggen waarom het hem wel wordt gegund. Of waarom je het tot hebt besloten. Ja, ja. Dat is in de openbaarheid niet gebeurd. Achter de schermen ik heb een column erover geschreven gisteren. En je ziet her en der ook nog analyses verschijnen. Maar dat is allemaal van achter de schermen informatie verzamelen. Jaap, heb je er behoefte aan? Of denk je, het zal allemaal wel? Nou nee, dat laatste denk ik niet. Maar wat ik vooral merkte gisteren, dat ik mezelf een beetje dom vond, zeg maar, in de berichtgeving. Dacht ik, mist hier een beetje de context van, oké, hoeveel zijn er ook weer van die commissarissen? Waarom Nederland? Waarom klimaat? Ik miste in online verslaggeving in ieder geval een beetje de context in de artikelen. Er werd vanuit gegaan dat ik alles precies wist. En dat, ook misschien dat het al best wel een aantal dagen doorsleept. Ja, dan nog. Ik snap. Ik kijk die benoeming van Hoekstra en dat er één Nederlander is, dat snap ik. Maar ik miste bij mezelf dat ik denk, hier ontbreekt kennis bij mij. Dus dan zal het bij het grote publiek ook al zo zijn. Ja. Dat hier vaker, denk ik. Zeker als het om Europa gaat. Zelfs ik wist ook niet precies hoe dat ging in Europa. Nee, want ik doe natuurlijk de Haagse verslaggeving. Ja. Maar mijn collega Alexander Bakker zit in Brussel. Die zit bovenop het Brusselse nieuws. Met zijn Brusselse collega's. Maar weet ook veel beter hoe in Brussel de hazen lopen. En die veronderstellen misschien ook bepaalde voorkennis, denk ik, ook bij het grote publiek. Want ik vond dat zelf ook wel even, ik zat zelf ook te kijken van, en hoe ging het de vorige keer ook alweer? En dan kom je erachter dat Frans Timmermans ook geen klimaatervaring had. En dat op zich wel relevant. Waar minder discussie over was. Precies, daar was niemand van hoogste. Maar er zit ook er wordt ook wel door verschillende media over dat Rutte op die manier D66 een hak heeft willen zetten. Jij formuleert hem, het is verleidelijk om enige rancune te veronderstellen vanuit Rutte richting D66. Mm-hmm. Je formuleert hem nog redelijk voorzichtig. Ja, want dat was ook wel een primaire reactie van mij. Van
nou, dit is, het was tijd om af te rekenen. Maar weet je, Rutte kan niet 13 jaar premier zijn door rancuneus zich te gedragen. Zeker niet omdat hij al die ballen met al die verschillende partijen in de lucht probeert maar te houden. Maar Rutte neemt afscheid. Dus hij neemt afscheid, maar hij is uiteindelijk toch niet echt een mens naar. En ik heb begrepen, en dat versterkte mij in de aanname, dat het niet een afrekening is geweest. Het is uitgepraat. In de derde week van juli hebben Kaag en Rutte besproken wat er in die laatste uren voor zijn aangekondigde vertrek uit de politiek gebeurde. En toen vertelde zij hem naar verluid dat zij wel degelijk achter de schermen heeft geprobeerd om haar partijgenoot in de Tweede Kamer te weerhouden van een motie van wantrouwen en daar steun aan te geven. En omdat zij ook wel zag dat dan het einde zoek is, want dan is hij de volgende die wordt weggestuurd, want dan is er weer een andere meerderheid die dat wil. Maar dat zij zag, omdat zij al een tijdje ook bij D66 had aangegeven dat ze niet eeuwig meer leider wilde zijn, dat haar invloed aan het afnemen was. En dat zij niet de doorslaggevende stem was voor ook D66-Kamerleden die ook, ja, loyaal aan haar zouden zijn, aan haar oproep zouden precies, zijn. Precies, ja. Ja, dus dat zij vreesde van, ik heb het wel aangegeven, maar ik weet niet of ze luisteren. Ja, maar tegelijkertijd is dan terug naar die benoeming. Dan horen we dus dat een man en een vrouw aangedragen moeten worden. Nou, dat werd uiteindelijk dan Hoekstra. Dan heb je Ursula von der Leyen die aangeeft van, we willen graag een christendemocraat. Ja. Dat is om het een beetje werkbaar te houden. Ja. Daar op EU-niveau, dan denk je, ja, is dat in landsbelang van ons? Goeie vraag. Niet iedereen in het kabinet is het daar ook mee eens. Ik sprak dit weekend ook een van de leden van het kabinet die ook zei, we hadden ook kunnen afspreken om helemaal niemand uit het kabinet te laten gaan. Je gaat wel een van je politieke kopstukken. Precies. In je demissionaire kabinet. En hoezo mag Ursula von der Leyen bepalen wie Nederland afvaardigt? Ja, zijn we dan de EU aan het pleasen? Moeten we dat willen? Precies, ja. Nou, Rutte weegt dan ook wel het Nederlands belang bij. Van als je dan de Hoekstra stuurt en hij krijgt klimaat, is dat een belangrijkere portefeuille dan dat je hem over meertaligheid naar Brussel gaat sturen? Want dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Hè? Dat kan een shuffle zijn. Dus ook dat soort dingen, daar moet Rutte ook rekening mee houden. Maar leg dat dan ook uit aan mensen, zodat er niet een idee ontstaat. Want dat is, ik denk, mensen die dit interessant vinden om te volgen, die smullen hiervan en die willen alles weten. Is het voor het grote publiek belangrijk om dit te weten? Nou, ik denk wel dat mensen wel echt een emotie voelen, ook toch wel bij Hoekstra en het CDA. Maar het is fijn als het juist voorbij die emotie gaat, toch? En dat je meer in een heldere analyse Ik denk dat als het Esther de Lange zou zijn geworden, die ook een prominente CDA-politica is in Brussel, dat er heel veel minder commotie over ontstond. Ja. Maar vanwege het politieke klimaat, Kaag, Rutte, Hoekstra, vertrekkende generatie, op het laatste moment het zinkende schip verlaten voordat het kabinet zijn biezen pakt. Ja, dat wekt ook emotie op, denk ik, bij mensen. Meer dan bij iemand die je misschien iets minder in de picture zag. Haar naam valt toch dan om Hoekstra te vervangen hier? Als buitenlandse zaken. Haar naam van Esther de Lange? Die valt. Dat is dan voor een jaar. En dan weet je zeker dat je geen minister meer bent. En misschien helemaal niets meer in voor het CDA in Den Haag. Waarmee je ook meteen aangeeft. Ja, dan kan je misschien beter in Brussel blijven, waar ze, geloof ik, nu vicevoorzitter is van de Europese fractie. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.